In deze film corrigeer ik iemands neus. En een neuscorrectie is altijd een bewerking waar je een klein beetje mee op moet passen. En waarom? Je wil de integriteit van de foto niet aanpassen. Stel dat ik de neus van dit model helemaal verbouw totdat het onrealistisch is, dan zul je commentaar terugkrijgen. In dit geval weet ik bij God niet wie dit model is, dus ik ben daar niet zo bang voor. Maar als het een bekende is, dan moet je daar toch een beetje mee oppassen. De eerste stap die ik doe is de foto omzetten naar een slim object. Dat betekent dat ik later altijd nog mijn bewerkingen ongedaan kan maken of een klein beetje aan kan passen. En dat doe je hier via het lagenpaneel door er met rechts op te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Je laag heet opeens niet meer achtergrond, maar laag 0 en het slotje is verdwenen. Het aanpassen van de neus, dat gaan we doen via het filter Uitvloeien. Dat vind je hierboven bij filter en dan heb je daar staan Uitvloeien. Klik daarop en er opent zich een nieuw venster. In dat nieuwe venster heb je een aantal opties, waaronder ook de optie gezicht Uitvloeien. Als je daar op het pijltje naar beneden klikt, dan wordt het geopend en dan heb je daar onder andere de optie neus staan. En daarmee kun je al een klein beetje wat dingen aanpassen. Ik zoom even een klein stukje in. Stel dat ik bijvoorbeeld de neushoogte wil veranderen. Je kunt hem lager zetten. Dan haal je hem naar links en je ziet dat de neus naar beneden zakt. Of je kunt hem hoger zetten. En zo kun je een kleinere of grotere neus maken. Ik zet hem een klein beetje omhoog. En hetzelfde geldt voor de neusbreedte. Ga naar rechts, wordt hij groter. Ga naar links, wordt hij kleiner. Nou, laten we hem kleiner maken. Dit is dus al een hele eenvoudige aanpassing. Maar ik ben er nog niet helemaal. Ik wil ook met de hand nog wat correcties doen. En dat doe ik hierboven via Verdraaien of de sneltoets W. Ik klik gezicht uitvloeien even dicht en pak mijn penseelopties erbij. Dan zie je een beetje wat ik doe. In dit geval heb ik een grootte van ongeveer 300 en dichtheid en druk blijven rond de 50 staan. Kan zijn dat je het groter of kleiner wil en dan kun je daar natuurlijk gewoon de brackets voor gebruiken. Wat ik wil doen bijvoorbeeld is het puntje van de neus een klein beetje omhoog halen. En ik pak een cirkeltje wat ongeveer door de neusgaten gaat en ik klik en trek het gewoon een klein beetje omhoog. En eventueel doe je dat nog een keer. En ook de zijkanten van de neus wil ik wat Mooier in vorm hebben, wat meer symmetrisch. En ik denk dat dit al wel een mooi resultaat is en ik klik op OK. Photoshop past mijn bewerking toe en je ziet dat het toegepast is in de foto. Zet ik het slimme filter uit door bijvoorbeeld op het oogje voor het woord slimme filters te klikken, dan zie je hoe het was en hoe het nu is. En omdat ik alleen de neus heb aangepast en niet de mond en de ogen, valt het op zich niet zo erg op in het gezicht. Zou ik ook de ogen en de lippen aangepast hebben, dan krijg je een heel ander gezicht en krijg je ook een ander model. Dus vandaar dat ik in het begin al waarschuwde dat je daar een beetje mee op moet passen. Ben je nou niet helemaal happy met je bewerkingen? Ik had je verteld dat je nog terug kunt. Je kunt dubbel klikken op het woord uitvloeien en dan wordt het filter weer geopend met de instellingen zoals je dat had staan. Als ik bijvoorbeeld Terug naar gezicht uitvloeien. Dan zie je daar de opties die ik bij neusbreedte en neushoogte had ingesteld. En die kun je eventueel gewoon nog weer aanpassen naar wat je wenst. Klik op oké OK om dat toe te passen. Nou, ik vond het op zich wel mooi, dus ik hou het gewoon op annuleren. En zo eenvoudig is het dus om een neus te corrigeren in Photoshop. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!